Ik ben Fikri El Azizi, schrijver van Het Schapenfeest, schrijver van de theaterstukken IJdele Dagen en Troost, die nu in het Arsenaal spelen. Ik ben momenteel bezig aan mijn volgende roman, Een barbaarse verstrooidheid, die in 2013 zal uitkomen. Ik ben ook columnist voor de krant De Morgen en voor Kif Kif. Waarover schrijf jij vooral? Ik schrijf vooral met scherpe humor, vrij fantasierijk en met magisch-realistische elementen.